Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft vandaag een dependance in Kommewijnen geopend. Tijdens Bouterse 1 was er reeds een dependance geopend, maar deze werd opgedoekt nadat er malversaties werden ontdekt. Minister Likram Soerjan besloot om de dependance opnieuw op te zetten. Het kantoor staat te meerzorg. Het doel is om de druk op de grondaanvragen in Paramaribo te verminderen. Kommewijners hoeven nu niet meer naar Paramaribo af te reizen voor hun grondpapieren. Districtscommissaris Ajay Kali praat van een markant moment. Vandaag wordt wederom invulling gegeven aan het decentralisatieproces in het district Kommewijnen. Na de sluiting van de dependance, welke geleken was aan de weg naar Pieperpoort, werd de roep naar een dependance van dit ministerie in dit district steeds groter. Dit gebouw ligt ook op een bijzondere locatie, namelijk aan de Hoofdweg, waarvan ongetwijfeld de inwoners van Kommewijnen gebruik zullen maken. Straks zal ook het naambord worden onthuld. Wat ik u kan meegeven in dit, dat deze dienst zeer welkom is. De bedrijvigheid in dit district neemt toe. Investeringen worden door het bedrijfsleven die grote en kleine ondernemers en landbouwers gepleegd om dit district tot ontwikkeling te brengen. Deze personen hoeven nu niet meer naar Paramaribo af te reizen voor hun grondzaken, hetgeen zeker kosten en tijd besparend is. Minister Soerjan haalde aan dat het opzetten van dit kantoor in Kommewijnen veel aandacht heeft getrokken. Velen hebben hem gevraagd of de opening van de dependance een verkiezingsstunt is. RGB heeft in de afgelopen periode, ik ben formeel vanaf 11 mei op RGB, formeel zeg ik, 2019. 17 mei was mijn eerste kennismaking op RGB. En het assembleelid Ramsahai heeft hier een aantal van 1000 genoemd. Ik heb vanmorgen gecheckt, zoals ik die dingen bijhoud, ligt het inderdaad rondom de 1000 uitrekeningen. Maar u moet begrijpen dat ik daar BV's heb geteld, maar ook BV's die TW's zijn geworden, die heb ik ook geteld. Dus 1000 beschikkingen zijn gemaakt. Ik heb afwijzingen niet geteld, want die zijn er ook. En soms worden mensen boos als er een afwijzing komt. Maar afwijzingen zijn ook beschikkingen. En die kunnen ook als resultaat van een aanvraag naar buiten komen. Dus 1000, maar ik wil tegelijk oproepen en van deze gelegenheid wederom gebruik maken. We hebben in de afgelopen 2 maanden circa 8000 toestemmingen gegeven landelijk voor overdrachten, algehele overdrachten. Ik roep de gemeenschap op. Om als het gaat om algehele overdrachten, maakt u contact met uw notaris. 2005, 2019 hebben we afgehandeld. 8000. Dat is niet weinig. Dat was minister Likram Soerjan van ROGB vandaag bij de opening van een dependance in Kommewijnen.